Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Gisteren 3 juni was er een vaste commissievergadering bij de Passangran, waarin de leden van de driehoek uitleg kon geven over de brief die zij naar de raadsleden hebben gestuurd over de wetgeving omtrent de lichterbaar laatbaarheid van getinte ruiten. Hier stelde de hoofdofficier van justitie Bote ter Stegen de vraag: wat is belangrijker, last van binnenschijnende zon of de veiligheid in het verkeer? Natuurlijk is het zo dat als je je ruiten goed donker maakt, dat het minder warm wordt in de auto. Dat is goed voor alles en iedereen die in die auto zit. Maar er staat iets anders tegenover. En dat is de handhaving van de verkeersveiligheid hier op Bonaire. Daarvoor heeft uw eilandsraad de wegenverkeersverordening aangepast, de gordelplicht ingevoerd, met elkaar afgesproken dat het echt onverstandig is om zonder handsfree toch met je smartphone in de weer te zijn. En dat het ook belangrijk is dat kleine kinderen, baby's, in stoeltjes, in auto's worden vervoerd. Maar dat betekent natuurlijk wel dat onze handhavers, KPCN, in staat moeten zijn om daar ook te kunnen tegen optreden. Deze beelden laten zien dat het overdag niet het grootste probleem is. Maar als het 's avonds donker gaat worden, zeker als het 's nachts donker gaat worden, dan botsen die twee verschillende belangen bij elkaar. Uw raad heeft er eerder voor gekozen om het belang van de warmte in de auto belangrijker te laten wegen dan het effectief en steeds kunnen controleren op gordels en op het gebruik van telefoon. Laat ik het daartoe even beperken. Hoewel ik ook regelmatig zie dat er ook nog steeds inwoners van Bonaire zijn die rustig met een flesje bier achter het stuur zitten. En dat is ook geen heel veilig idee. Ja, dat betekent dat uw raad, want u bent de wetgevend orgaan, dat u uw raad, uw politiemensen, met een dubbele boodschap naar buiten stuurt. Ik vind dat erg ingewikkeld. En ik vind dat als hoofdofficier nog een keer extra ingewikkeld, omdat het zo is dat de mensen die ruiten in hun auto hebben met een hoger lichtlatingsdoorpercentage, die worden wel bekeurd, die moeten wel boetes betalen en de mensen die daaronder zitten niet. Dat levert rechtsongelijkheid op. Dat levert ons grote problemen op in de zittingszaal. En ik zou uw raad dan ook dat tweede argument nog eens mee willen geven. En uw raad adviseerde om nog eens goed na te denken of die 35% wel zou moeten blijven bestaan. Eerder had uw raad besloten dat dat op 55% zou worden gezet. En daarvan heeft de politie laten weten dat dat gehandhaafd kan worden. Dus om twee redenen als hoofdofficier. Het is wat een ongebruikelijk verzoek, maar een hoofdofficier moet vooral vervolgen en zorgen dat hij in de zittingszaal zijn werk goed doet. Maar ik heb er last van als het op deze manier verder gaat doorgezet gaat worden. Dus uw raad zal een keuze moeten maken tussen of meer zon buiten houden, minder warm in de auto, of veiligheid op straat, gordelplicht, geen drank achter het stuur gebruiken en ook niet telefoneren tijdens het rijden. Dank u wel voor uw aandacht. Afgelopen maandag 1 juni begon het asfalteren van de verschillende wegen rondom de scholen van Bonaire. We spreken met gedeputeerden James Kroon en Elvis Chinachou. Sim, bom, maneira nossa bisa, maneira nossa premente, gobierno aqui fedia nossa comissar e bom, basta de acabar a planificação não estava tá andando. Pero ave nosso bisa por fim é asfalto começou agora e maneira mira tá basta trabalho tá tomando lugar já espécie já aqui não lopai cai a Leiden é planning tá para cai Amsterdam cai a Calito Nicolás governador de Brot Derin Kong anyway tá diferente cai não com tempo pendiente e nós tá vamos por base mais tanto quanto possível. E não olvidar também como o governo nosso tomou decisão também
ocupa é aí que ainda nós também por fundo não é disponível para nós começar também com o caminho da Bruxianga e também mirando a situação também de caminho de Rincón Playa também com nós também seguir atender junto com Holanda para sim nós por aí fundo não para sim nós por aí algo também no caminho de Rincón parte para riba por sobre se por mira agora que eu tenho três grandes na corrida de vai bom pack a situação todo dia está a piorar, então me está querendo conosco como governo trabalhar para a atenção pessoal aqui também. Bom, eu tenho inteira parte que cai de peua, depois aqui não lo vai também cai a Leiden e depois lo vai na outra escola, com a de Antriol e de Rincón, e depois lo vem back para cai Amsterdam completo, que vem de cai Amsterdam completo, que vem de Rotonda, até lá no Missão Ludovico aqui. Para assim na botin inteira área aqui cobrir. Segundo me pode compreender que se man passar não chega na uma solução para a rotonda, dentro na gota bem, lo vai começar a poner para ainda não vai se mirar ação ainda e também cobiano tomou decisão na entrada de Rincón para quebrar a velocidade para poder entrar em Rincón, também na entrada de Rincón lo bem uma rotonda. É um projeto de basta tempo, maneira deputado Kroon também a mencionar. Nós há semana passada, como bestuurscolégio, uma apresentação nami de BWM de Turecai, com o trabalho de chá. E mais importante, estava para a tenda de BWM, com o processo da cana também. Eu não sou experto em terreno aqui, mas eu compreendi que o problema é que eu vou pôr asfalto da maneira que eu da maneira que eu vou casa. Eu tenho que pôr fundeixo, eu tenho que pôr muralha, eu tenho que pôr palo na riba, eu tenho que pôr depois, finalmente, o punch of zim. A vez ponimento de punch of zim, é o último pida, e BWM avisa nós também. Que coisa que de um dia não há, se pida cai aqui na Lobai, na outra área, caminho casi preparação de lunas, promete que pode asfaltar. Nós somos sumamente contentes com o bairro de Norte Salinha, com a cai na asfaltar. Pouco a pouco, maneira deputado, com uma visita também, lo passar em diferentes bairros, em diferentes cai, arriba planning para asfaltar. De maneira que a economia está driando a roupa de infraestrutura, de maneira que mira cai a guarda asfaltar. Infraestrutura da Lora é da Duna confiança nesse nanco te iPhone nanco te sinta arriba nansen nanta haya mais confiança com tincos ta passa ti movimento pois é da direita e clima de inversão. Vervolgens zegt Elvis Chinachou dat de lokale regering door middel van verschillende brieven heeft opgestuurd naar Nederland om de economische hulp voor hotels en restauranten te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Não obstante, se nós temos sector de hotel, sector de restaurante, da cabeça é golpe, pero danke na Holanda, com medida não quero tomar, na Holanda europeu, que nós traz duro, pedir Holanda para não conta, aqui também nós mandamos diferentes cartas como colégio executivo, essa é a Duna e, da cabeça é Roseia, com restaurante, hotel, por aguante, período aqui. Mas sabemos, nós avisa que, não obstante, é crise de corona, projeto não cutim, tem que seguir, pero também projeto não cutava tá planejado para tomar lugar com para Luna, nossa primi para lá na dilante, então também junto com o departamento de Arano, nossa trata para sacar vergonha não, bau vergonha que seja mais rápido, para sim não botar movimento econômico na Bonaire, pois pero ainda não cuta viva for, cuta mira com Bonaire, tá corona free, Bonaire a atender que parte de corona de uma maneira bom e com construção tá tomando, pois bini na Boshi, bem invertido na Bonaire, por isso, essa aí está criando culpa de trabalho e não sei ainda não tinha entrada. Deputado, já começou a falar de corona, houve pressão riba, internacionalmente, riba de Holanda, de Calem, para abrir fronteira na de Bonaire. Com o deputado também está aqui. Bom, claro, é pressão que tem, mas nós temos que ser de maneira responsável. Nós estamos guardando arriba Conselho de RIVM, no momento que o Conselho é 30, de uma maneira balançar, bom organizar com os protocolos em place, lugar de abrir. Discussão não já acaba tomando lugar de em caso que o Corchou, para nós criar um abrimento entre o Corchou, com o Boneiro, se aí também é de tapara, Aruba também é a Jala Seca, pois não dura muito, mas pode ser fecha, com lo vai abrir, para trobe de uma maneira responsável. Nenhum ainda não me se espanta, para sobrar. Vou poder ser rave, amanhã, outro semana, para ter algum dia que nós temos que dizer assim a Biba com a minha crise aqui também e vir escutar e que, por lo pronto, não vai largar o mundo. Pois, pero,
tanting ku botim bo kosta in place bo ta bo organiza bo parti salubridad ta bo in place pero bo hende bo comunidad tame asin a biba ku situation mi te kere ku nos lo habi dentro di poco de manera responsable la me visa interinsular y poco a poco ku e parti internacional tame po nos tin poco a poco nos turista nam back aqui na Bonaire tame. Tijdens deze coronacrisis wilde Maduro en Curielsbank de financiële situatie te verzachten en te verlengen voor uitstel van betaling met nog 3 maanden, juni, juli en augustus 2020, of een herstructurering van leningen te bieden. Dus Maduro en Curielsbank blijft zich continu inzetten om gedurende deze uitdagende periode de financiële situatie van onze cliënten te verzachten en biedt hierdoor een verlenging voor uitstel van betaling met nog 3 maanden, met name de maanden juni, juli en augustus 2020. Dus het gaat om onze persoonlijke cliënten en ook onze commerciële klanten. Dus voor wat betreft onze persoonlijke cliënten gaat het om persoonlijke leningen, creditcards en hypothecaire leningen. Aanmelden voor uitstel voor betaling voor persoonlijke cliënten moet via het formulier op onze website mcbbonaire.com geschieden en moet uiterlijk 12 juni 2020 ingevuld en ingediend zijn. Het verzoek zal worden geëvalueerd conform de bestaande normen van de bank en de cliënten die in aanmerking komen zullen daarvan op de hoogte worden gesteld. Voor wat betreft onze commerciële klanten gaat het om creditcards, commerciële leningen en hypothecaire leningen. Dus commerciële klanten die geen behoefte hebben aan uitstel van betaling moeten zich dan uiterlijk vrijdag 12 juni 2020 via het e-mailadres events@mcbbonaire.com afmelden. Zij zullen dan voor wat betreft creditcards een tegenbericht krijgen precies wat ze moeten doen voor wat betreft creditcards. We zullen ons blijven inzetten om adviseren en de financiële situatie van onze cliënten te helpen verzachten. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij u terug. Samen tegen corona. Stop verspreiding van het coronavirus. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker uw handen. Bent u ziek? Neem contact op met uw dokter. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Meer informatie? Kijk op rijksdienstcn.com/covid-19 of bel gratis 0800 1351. Vanuit het buitenland belt u +599 715 9199. Sintoniza nos TV Award onda Kubota. Download nos app sea voor de App Store of Play Store y disfruta de nos programación y transmisión ang Bibu completamente gratis. Haya notificación di boletín ang special y queda al tanto di todo lo que ta pasa. Paso cos cuta di nos, conta con nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Turina de un sueño, of más. Pero cuananta, con e persona a que te acompañando ribanan, y con nos por yudir pa e por realizar ese quino? Sueño te dono contesta. Sonho, já são 6 horas da tarde e repetição já vem depois de vega de número. Ari, ari, ari.
Share nos website kubo sernang kiri ding exterior. Ilaganang tambe experiencia nos programasyon www.nostvbonera.com. Wak nos TV, una kubota. De kustwacht intensiveert de grensbewaking rondom de ABC-eilanden, met name een ingezette voorkoming van de aanlandingen van ongedocumenteerden die mogelijk met het coronavirus besmet zijn. Inderdaad zijn we weer begonnen met de intensivering van onze grensbewaking. Dit is iets wat we in het verleden en in de toekomst ook vaker zullen doen. Doordat we aanwijzingen, of laat me zo zeggen, naar aanleiding van aanwijzingen die we krijgen van activiteiten op zee en informatie van intelligentie die we ontvangen. Op basis daarvan concluderen we en evalueren we de behoefte om toch onze eenheden in te zetten. Zodoende hebben we nu ook op basis van informatie dat mogelijk ongedocumenteerden hier illegaal zouden willen aanlanden. Met ja, toch gevaren van dien, want als deze personen met mogelijke COVID-19 aan boord komen en ook aan land komen, dan is dat wel een gevaar voor de bevolking. Zodoende, op basis daarvan, hebben we de komende tijd intensievere grensbewaking, waaronder ook voor het eiland Bonaire. Het eiland Bonaire valt ook onder onze werkzaamheden, onder onze handhavingswerkzaamheden, onze kustwachttaken. En we beschermen de kusten van Bonaire niet alleen voor illegale die aan land proberen te komen, maar ook voor illegale drugstransport en illegale vuurwapensmokkel of munities die eventueel meegevoerd worden. Dus er zijn tal van zaken waarvoor wij daar onze diensten kunnen verlenen. Ook in het verleden is het vaak gebeurd dat men met goederen smokkelden en naar Bonaire binnen wouden komen. Dus om al deze zaken, het eiland te beschermen, doen we ook onze taken op Bonaire. En zodoende zijn we daar ook aanwezig. Op dit moment niet fysiek aanwezig. In verband met COVID kunnen we niet onze kustwachtmedewerkers op het eiland hebben. Maar vanuit onze radarsystemen, met behulp van defensie-eenheden die ons bijstand geven, Zeeland, en ook onze vliegende eenheden, houden we de kusten van Bonaire in de gaten. Er is helemaal geen nieuwe normaal. Volgens Arthur Seely moeten er nieuwe ideeën en strategieën ontwikkeld worden en moeten de overheid meer nadruk leggen op onze landbouw, gezondheidszorg en onderwijs. We moeten met iets nieuws komen. We moeten met nieuwe structuren komen. We hebben gezien al die binnenlandse problemen van die landen waar coronavirus huis heeft gehouden. Dus dan kan het niet meer normaal zijn. Het gaat een hoop geld kosten. En voor Bonaire als klein eiland moeten we kijken waar kunnen we inkomsten vandaan halen. Het toerisme ligt, dat gaat niet meer zoals het was. Ook niet onze toeristen, boottoerisme, cruistoerisme, dat gaat niet meer worden. Dus dat heeft consequenties voor taxis, voor al die branches die met toerisme te maken hebben, zoals hotels, de taxis, de souvenirswinkels, de restaurants, al die mensen die zullen daar echt zien dat het niet meer normaal gaat worden. En zolang we geen medicijnen hebben en geen middel hebben om die ziekte te bestrijden, dan blijft het onder ons. En dat gaat dan misschien 2-3 jaar duren voordat we iets kunnen zeggen van een opbloei of weer een situatie waar we verder uit de voeten kunnen. Maar in die tussentijd moeten we naar een nieuwe samenleving. Een samenleving gebaseerd op de mensen die daar wonen en gebruik maken van de initiatieven, de creativiteit en ook wat willen de mensen eigenlijk hebben. Het gaat niet om van hoe wij ons geld moeten verdienen, maar het gaat erom wat wij moeten verdienen om in leven te blijven en om te kijken van dit is mooi. En dit is een taak weggelegd voor onze overheid.
Die moet niet komen met een visie. En niet managers en consultants en al die flauwekul allemaal uit het buitenland halen. Maar met onze eigen mensen gaan werken en zeggen van... Misschien kan iemand zeggen, ja, wat jullie gedaan hebben op Bonaire, dat is allemaal gebrekkig. Maar het zijn onze gebrekkige mensen die iets hebben gedaan. En we zijn niet afhankelijk van al die mensen die hier naartoe komen en een hoop geld verdienen en niks doen voor de bevolking. Dus al die kwesties van managers, van consultant, van teamleider, van beleidsmedewerker en al dat soort dingen, dat moet weg. Dat moeten we met minder mensen doen. En ook zaken zoals in de bon, jeugdzorg en al die flauwekul, die moeten dan ook opgedoekt worden, want die brengen niks in. En wij moeten meer nadruk leggen op onze landbouw, op onze gezondheidszorg en op onderwijs. Dat zijn de dingen die belangrijk zijn. En dan moet de overheid met een visie komen. En niet zoals de gedeputeerde tegenwoordig rondloopt en dit doet en dit. Maar die moet nou stilzitten en iets gaan doen. Volgens Artuseli moet de regering zich meer bezighouden met de verwaarloosde groepen op het eiland, onder andere de vissers en de kunukeros. We hebben hier Bonaire een groep mensen die worden verwaarloosd, de vissers. Die staan om 5 uur 's morgens op om te gaan vissen, met alle gevolgen van dien. Voor hun veiligheid en hoe gevaarlijk het kan zijn, vooral nu in de tijd van de orkaan. En je hebt de boeren, de weinige boeren die we hebben, die opstaan om voor hun vee en hun groenten en hun producten te gaan verzorgen. En je hebt dan ook de mensen van de vuilnisman, die dan vuil moet ophalen. En je hebt ook de mensen die in de schoonmaak zitten. Je hebt mensen die in de gezondheid zorgen. Al die mensen, daar wordt niet naar gekeken. En die mensen die staan echt vroeg op. En die beginnen echt te werken voor Bonaire. En dat zijn mensen die we nu moeten gaan eren. En meer aandacht aan die groep mensen schenken. En niet aan die manager die om 9 uur op zijn kantoor komt. Of die topmanager, of die teamleider, of die begeleider. Of de beleidsmedewerker, of de adviseur van de gedeputeerde. Allemaal flauwekul. Nederland die kijkt echt scherp aan deze type mensen op de eilanden Aruba en Curaçao. Krijg je die kijken ook hier op Bonaire? Ja, Nederland is echt bezig met te kijken van, nou, we hebben Curaçao, Sint Maarten en Aruba flink aangepakt. En Sint Eustatius hebben we al eerder laten zien van, ja, de beste eilanden moeten ook uitkijken met de manier waarop ze de eilanden besturen. En Bonaire hebben we duidelijk gezien van gelden dat hier naartoe zijn gekomen in verband met de maatregelen. Die worden dan beheerd door sociale zaken van Nederland en of de Kamer van Koophandel. En je hebt ook de ombudsman die heeft duidelijk gezegd van Bonaire doet hem pijn. Hij voelt zich net een Bonaireaan. Hij krijgt geen antwoorden. Er wordt niet gecommuniceerd. Hij kan vragen naar documenten, maar dat krijgt hij niet. Dus hij voelt zich een Bonaireaan. En je hebt ook CFT die begint echt, als je dan een reportage leest, ze beginnen ook een beetje moe te worden van al dat gedoe hier op Bonaire. De jaarverslagen, de financiële prognoses of al dat soort dingen zijn niet in orde. Dus daar gaat ook iets gebeuren, denk ik. Of dan moeten ze snel iets gaan veranderen op Bonaire. Maar als ze zo doorgaat, dan gaat Nederland stap voor stap ingrijpen. We hebben gezien, kadaster is ook al weg. En we moeten dus duidelijk... We moeten ervaren dat als we zo doorgaan, dat Nederland gewoon gaat ingrijpen. Maar op een andere manier dan op Sint Eustatius. Sena Cecilia informeert de Bonaireaanse bevolking over al het werk dat de Marine Park Rangers, Washington Park Rangers, de biologen momenteel doen om het Bonaire International Marine Park en de Washington Slagbaai te behouden. Yes, recently we produced our May newsletter where we
published all the information, everything that we have been doing for the past months. We have been working very hard. It's a slow season for us. That's why it requires a lot of work to be done that we usually don't get to do when there's a lot of tourists. So Washington Park, we have been working on upgrading the park, updating the houses at Slagbaai, making sure everything is nice so people can start renting them again. We are planning to have this be done in mid-September, so we finish with all the houses, and then also the roads are being taken care of. We have taken care of the signs. A lot of things have been done to upgrade the park and make it nice so people, when people start coming back to the island, they can visit a very up-to-date park. Also, the rangers, the Marine Park rangers, have been working on Klein Bonaire, making sure all we have the two, shady spots. We have taken care of those shady spots, updating them. The benches have been taken care of. We're working now on the barbecues so people can use the barbecues. What we have noticed is that a lot of people are having barbecues at Klein Bonaire and leaving the charcoal in the sand. And that makes that the sand is becoming darker, it's becoming uglier. So we have revamped that a little bit, just trying to upgrade it, replace the sand so it's white again. However, we want to urge everyone that goes to Klein Bonaire to not do this, because first of all, it's unsafe, because when you put the hot charcoal in the sand, someone can easily stamp on it and that may cause burns. So we want to urge people to not do this in any way. Also, there are cliques right there to put all the charcoal in, the hot charcoal in. So please use those bins to make sure that we keep Klein Bonaire nice and clean. We're right now in the nesting season for the birds. So in the salinas, in mondis, everything, you have to pay attention to the nests. Make sure you don't disturb these nests, especially in the salinas. The terns, they put their eggs on the ground, so there's not easily to be spotted. So once we walk in the salina, you can easily trample these nests. So we urge everybody to please stay, don't go into the salinas. Keep not break any rules by going to the salinas, just to make sure the terns remain safe and their nesting season is successful. Our ranger has extended patrolling hours now. We have it varies during the day. However, we have extended our patrolling hours, so it's not only till 5, but it can go later in the day. It depends on the day, depends on the scheduling. However, we do later patrolling, so you may see us after hours around Bonaire. We are also eradicating goats from Washington Slagbaai. In Slagbaai, we have section of Slagbaai in various parts, and 8% we're working on right now to get all the goats out, or the majority of the goats out. We're using traditional methods of mandamento and corrimento, just by grabbing these goats in water traps as well, to get them in the best way, safest way, and so we can give the goats away or sell them. And we have different groups working in the 8% area, and we have our rangers as well doing after hours by grabbing goats as well. There has been a lot of shark sightings, so we want to have everyone that has a shark sighting to report this at monitoring@stinapa.org. Send us an email with information about where did you see these sharks or rays as well, the time of day, how many there were you snorkeling, diving, or just swimming, what you were doing, so we know the action behind where the shark was, and so we can compare this to previous seasons and later on to see what the difference is and what causes the sharks to be closer to shore. So in the case that you see a shark or a ray, you can email us at monitoring@stinapa.org with all the information about where, when, what it was, what you were doing, and everything. And then we can stay in contact as well if we need more information from you. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Kudoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.